Hallo allemaal en welkom bij Easy Dutch. Het kanaal waarop jij Nederlands leert zoals het echt gesproken wordt. Ik ben Leon, we staan vandaag in Utrecht en we hebben de mensen gevraagd wat hun relatie is met Vlaanderen en Vlamingen. Ik ben benieuwd. Jij ook? Laten we beginnen. Bent u wel eens in contact gekomen met Vlamingen? Ja, zeker. Een van mijn beste vrienden is een Vlaming. Ja, maar vooral als ik in Vlaanderen was op bezoek. Vakantie ook? Ja, vakanties, stedentripjes. Ik heb wat Vlamingen van mijn studie. Maar geen hechte vrienden of mensen in mijn nabije omgeving die Vlaams zijn. Ja, ik kom zelf uit Noord-Brabant, dus ligt redelijk dichtbij natuurlijk. Ik vaak tanken in België, dat was een stuk goedkoper dan in Nederland. Ik werk soms wel eens met mensen uit België, dus af en toe tijdens mijn werk. Ja, heel vaak inderdaad, want als de kinderen op vakantie zijn, mijn kinderen... Vooral mijn kleinste, hij vraagt altijd... Mama, mogen we naar België? En ik zeg, waarom naar België? Dat is een superleuke land. Maar hij wil graag daarheen, omdat... Ja, komt door de wafels. Hij is gek op wafels met Nutella en allemaal dingen. Ja, op vakantie, meerdere malen. Ja. Antwerpen, Gent, bezoek aan België. Jazeker. Ja, zeker. Ik ben op vakantie geweest met Flowtrack, een Belgische instantie voor vakanties. Met mijn broer, en daar zijn heel veel op België, of dat mensen uit Vlaanderen. Dus daar werd inderdaad heel veel gepraat met de Vlaamse taal. En dat is nogal een verschil met wat wij gewend zijn. En hoe vaak komt u met Nederlanders in aanraking? Misschien met uw werk of als u hier op vakantie komt? Ja, we hebben Vlaamse familie die verhuisd is naar Nederland en in Nederland bleven wonen zijn, maar hun Vlaams accent nog altijd niet kwijtgeraken. Vlamingen die houden wel van Nederlanders. We kijken naar ze op. We hebben het gevoel dat zij het altijd beter doen dan wij in België. Wat viel je dan op aan de cultuur of aan tradities misschien? Het is natuurlijk een ander accent. En vooral wat ik heel erg grappig vind is dat er best wel groot verschil is tussen het Franse gedeelte en het Vlaamse gedeelte. Ik denk dat voor veel Nederlanders onder mijzelf vooral een taalverschil is. Ik kom wel uit Brabant, dus ik weet hoe het is om uit het zuiden te komen en hoe mensen daar naar kijken. Vaak klinkt het misschien wat grappig, Vlaams. Ik vind het zelf vooral heel erg mooi en zacht klinken. Ik vind het over het algemeen hele sympathieke mens eigenlijk. Heel erg lief, zachtaardig, vriendelijk ook vooral. Dus ik kan het altijd goed vinden met de Belgen. Ze zijn vaak wat beleefder dan wij. Minder recht door zee. Dus op die manier. En ze gebruiken ander soort woorden die bij ons dan anders vertalen. Ik vind het wel van dat ze zelfs bij kinderen, dat ze u zeggen. Oh. Ik heb opgemerkt. Van, zelfs bij kinderen wordt er u gezegd. En wij doen dat altijd uit respect voor ouderen. Of als er iets formeels is. Maar voor de rest wordt er gewoon getutoyeerd. Ik vind bepaalde woorden in het Vlaams zijn iets letterlijker genomen dan denk ik in het Nederlands. Ik zag laatst ook ergens een video en daar ging het over fysiotherapie. En dat noemen ze daar een kinesist of zo. Dus ze hebben wel grappige woorden waarvan ik misschien niet altijd het begrijp. En ik denk dat zij ook andersom niet. Ze hebben een enorme eetcultuur. Lekker bier. Ze zijn vriendelijker. Ik zou bijna zeggen geciviliseerder. Hebben een puur taalgebruik waar wij gauw in vallen in Engelse termen. Hebben zij veel meer Nederlands. Ik denk iets bescheidener ook. Dus misschien lijkt het een beetje op lief, maar... Dat krijg ik wel vaak te horen. Ik heb ook een vriendin die dan in België bij een theatergezelschap stage liep. En ik zie haar als een heel bescheiden Nederlands meisje. Niet echt Haantje de Voorste, maar zij was daar echt heel pittig. En kreeg echt terug van, wow, Floor, mag het dan je minder? Uitspraak van woorden is heel anders bij sommigen. En gewoon hele andere woorden bij dingen. Voor mij is bij wastafel of zo lavabo, dacht ik. Ja, dat zou kunnen. Maar dat weet je niet. Nee, maar gewoon voor andere woorden, voor dingen. Maar ik vind het zelf wel heel leuk. En heel veel met u, wat ik wel netjes en fijn vind. Nou, het zijn hele aardige mensen. En ze hebben altijd een hoge dunk van Nederland. Maar volgens mij is dat niet helemaal terecht. Volgens mij doen ze het zelf ook heel goed.
En ik vond het altijd wel leuk om in België te zijn, omdat het, ja, het komt een klein beetje ouderwets over, maar wel ouderwets degelijk. Dus het is allemaal wel heel genoegelijk en plezierig daar. Ja. Dus ik vind Vlaams zachter klinken dan Nederlands. Nederlands klinkt veel scherper en vooral veel luider. Mensen op straat, als ze tegen elkaar praten, praten ze met een volume die veel hoger ligt dan wij als Vlamingen in Vlaanderen zouden gebruiken. Ik denk dat Vlamingen rustiger zijn, ook meer van het leven genieten, denk ik. Dat ze veel beleefder zijn als Nederlanders. Dat kinderen veel meer met regels worden opgevoed. Ik ben zelf kleuterjuf, dus ik hou daar wel van een beetje structuur. Maar dat is heel anders dan in Nederland. Als ik hen een cadeautje geef, krijg ik altijd keurig een mooi bedankje. Nou, dat krijgen wij van onze eigen kleinkinderen nog niet. Die zeggen amper dankje wel. Nou Mario, de video is alweer halverwege. Ik heb eigenlijk wel trek in een patatje. Het is friet. Wil je ook meedoen aan deze discussie? Word dan lid van Easy Dutch. Dan krijg je namelijk toegang tot onze Discord-server, waar je over dit soort onderwerpen en een hele hoop andere onderwerpen met ons kunt praten. Daarnaast krijg je een aantal andere extra's om je Nederlands te verbeteren. De link vind je hieronder in de beschrijving. Dan gaan we nu door met de video. Als jij met z'n Vlaams hoort praten, versta je het dan goed? Jawel. Ik versta het wel. Alleen soms is de zinsopbouw of het woordengebruik van, oh ja, dat bestaat ook nog. Weet je, dat is van het oud-Nederlands of ja. Zo, ik heb nu geen voorbeelden voor me klaar, maar... Ja, Vlamingen zouden zeggen, ik zie u graag in plaats van ik hou van je. Dat is toevallig, kan ik daar de vertaling dan wel van begrijpen. Maar ik kan me voorstellen dat er meerdere soort van zinnen zijn die in Nederlands iets anders betekenen waarvan ik, zeg maar, ja, dat, waarvan ik niet af weet. Ja, ik denk het wel. Maar dat komt denk ik ook omdat ik uit Limburg kom, dus ook het dialect daar ben gewend. Maar ik kan me voorstellen dat als je van boven de rivieren komt, dat dat misschien wel wat lastiger is. Ik kan het wel begrijpen. Maar ik kom ook uit Brabant oorspronkelijk. En lijkt Brabants meer op het Vlaams dan het standaard Nederlands? Ja, ik denk het wel. Ja. Door bepaalde woorden of door het accent? Door gij bijvoorbeeld of... Ja, de zachte G zit daar toch ook wel in. Maar het is wel soms leuk dat het net anders in de context is. Ik ken wel een jongen, een Vlaamse jongen waarmee ik vaak afspreek. En dan soms dan zegt hij iets en dan denk ik... Huh? Dit betekent echt wel iets anders in het Nederlands. Maar ik weet niet 1, 2, 3 wat het dan is. Maar dan dat het me wel echt opvalt en denk ik... Ah, wat een leuk woord. Wat hebben wij daar een saai woord voor? Wat hebben jullie leuke woorden voor sommige dingen? En heb je ook wel eens dat je het in eerste instantie niet begrijpt, maar dat je het dan daarna door de context wel snapt? Ja, zeker. Want toen was ik met mijn broer op die vakantie met heel veel mensen uit Vlaanderen. En dat is eerst in het begin, de eerste 2 dagen even lastig te begrijpen. En dan na 2 weken heb je goed onder de knie wat wel wat betekent. Ze noemen telefoon GSM. Ik dacht van, GSM? GSM, GSM. Wat de hel is GSM? Toen zei ik van, oh, het is gewoon een smartphone. Ze noemen het GSM of GSM. Toen had ik juist over, oké. Volgens mij is vruchtensap is dan weer iets anders. Dan is het dan, bij ons is het dan sinaasappelsap, maar bij hun noemen ze het fruitsap. Dus dan denk je echt zo, dus ik werk in de luchtvaart. Dus dan zeggen ze, bijvoorbeeld aan boord zeggen ze een fruitsap. En dan weet ik nu, oh ja, je bedoelt sinaasappelsap. Maar dat, ja, wat is het? Welk fruit? Voor ons is dat natuurlijk onduidelijk. Nou, ze zeggen volgens mij ook foto trekken in plaats van een foto maken. Maar goed, op zich kan je dat nog wel, als je een beetje verder nadenkt, dan kan je er denk ik nog wel achterkomen. Of klappen, denk ik ook. Klappen, het woord klappen, praten. Wat in Brabant op sommige plekken ook nog wel wordt gebruikt. Het verschil tussen friet en patat. Ja, gewoon echt die clichés eigenlijk, hè? Ik weet dat een frituur is een snackbar, maar ja. Een frituur is een plaats waar men frieten bakt. Ja. Wij noemen dat een snackbar. Een snackbar is een snackbar. Ja, maar dan bakt men toch friet? Niet in elke snackbar. Maar men kan snacks maken die geen friet zijn. En kunt u misschien voordoen hoe het accent klinkt in het Vlaams?
kan ik echt niet. Alleen melken. Dat is dan verder kom ik niet hoor, nee. Alleen melken, nee. Dat vind ik lastig. Dat, kan het niet en ik ga het ook. Ik ga niet eens proberen. Ik zie u graag. Ah, ik zie u graag. Ja, amai. Ja, dit is wel weer een stereotype. En ik vind het ook wel leuk, aan de kust in België hebben ze wel een heel ander. Ja, dat is bijna onverstaanbaar. Echt dat West-Vlaams, dat vind ik ook wel. Dat kan ik echt niet nadoen. Niet echt, maar ik weet wel met sommige dingen te zeggen zeker en vast. En dat vind ik heel erg chill om te horen. Jawel, ik kan het proberen, maar ik weet niet zeker of dat goed is. Maar dit is wel gewoon één variant. Hè. Ik kan het niet beter dan dit, denk ik. Ja, dat kan, als ze zo praten. Hè. Ja, zo. Je hebt dan ook nog verschillen. Je hebt de mensen die mee met een rollende R praten. En dan heb je mensen die meer... even kijken. Dat het meer naar het Zeeuws gaat. Dus dat meer lucht, zeg maar, erin zit. Als ze meer zo gaan praten. Amai, dat vind ik toch een hele moeilijke vraag die je me nu stelt. Dat is eigenlijk meer Limburgs wat ik nu ga spreken. Maar ja, ik zie u graag, hè. Zoiets? Ik weet het niet. Nou, dat komt wel in de buurt, sorry, hoor. Netjes. Sorry alle Belgen, dat was mijn beste, dat was mijn beste poging. Heb je wel eens bijvoorbeeld een grap gehoord die de Vlamingen over ons maken of andersom? Ja, genoeg toch. Genoeg. De Nederlanders zijn goedkoop en de Vlamingen zijn dom. Weet je? Dat zijn de standaard grappen die er altijd gemaakt worden natuurlijk. Voor mijn gevoel vinden wij het als een heel stom accent. En ik heb ook genoeg mensen die zeggen dat ze het een afknapper vinden als iemand met een Belgisch accent praat. Of dat een beetje afdoet aan hoe aantrekkelijk iemand is. Wat is het? Belgen zouden volgens het stereotype dommer zijn. Ik denk dat dat onlosmakelijk verbonden is met hoe mensen dat accent beschouwen. Ik denk dat veel mensen het gewoon grappig vinden dat iets anders klinkt. En het leuk vinden om zoiets na te doen. Maar jij zei je ging daarheen om te tanken. Ja, klopt. Ja, inflatie hè. Dus moet toch op de kleintjes letten. Ja, dus het was daar goedkoper? Het was daar goedkoper, ja. En heel veel Belgen maken grappen over dat de Nederlanders zo goedkoop zijn. Ja, en terecht blijkbaar. Je hebt ook rivaliderende scholen die naast elkaar zitten. Rivaliderende steden. Dus ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft. Maar waar het dom zijn vandaan komt, dat weet ik gewoon niet. Of dat misschien zit het wel in de taal. Dat mensen dan... Ik weet het niet. Maar bijvoorbeeld in Nederland kan Limburgs een zwaar accent ook wel worden een beetje nage of gepersifleerd. En dan krijgt het vaak iets doms. Welke grappen maken de Vlamingen over Nederlanders? Wow. Niet veel meer. Vroeger over het feit dat ze zuinig waren. Maar nu eigenlijk niet. Nee, ik denk dat we ondertussen even zuinig geworden zijn als de Nederlanders. Bedankt allemaal weer voor het kijken naar deze video. Wij hebben vandaag geleerd wat het beeld is van Nederlanders over Vlaanderen of Vlamingen. Wat zijn jouw ervaringen met Vlaanderen of met België? Heb je iets bijzonders meegemaakt qua taal of op vakantie, iets met cultuur en tradities? Laat het hieronder weten in de opmerkingen. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en word lid van Easy Dutch. Dan zien we je graag in de volgende video. Salut!